Minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, maakte op 25 november tot 30 november ook deel uit van de delegatie onder leiding van president Desiree Bouterse tijdens het staatsbezoek aan de Volksrepubliek China. In het Aziatische land tekende de minister enkele overeenkomsten met zijn Chinese ambtsgenoot van Financiën. De bewindsman gaat hier dieper op in. Waar het echt gaat om financiën, een heel belangrijke als eerste, een schuldvergiffenis. Het formaliseren van een schuldvergiffenis die in feite in 2015 reeds was aangeboden. En dan praten wij over een totaliteit van om en bij 100 miljoen US dollar dat aan ons is kwijtgescholden. En dat is heel prettig natuurlijk aan te horen. We zijn heel erg blij mee. Ik moet zeggen dat dit in feite al besproken was. Maar in dit staatsbezoek is het volledig geformaliseerd. Daarnaast hebben wij voor de airport getekend. U weet dat het upgraden van de airport van Suriname een must is. In feite zijn de discussies over de airport veel eerder begonnen, eerder dan Guyana zelfs. Het heeft heel lang geduurd voordat het eindelijk tot stand is gekomen. En nu hebben wij dus alles kunnen formaliseren, waardoor we gaan naar upgraden van de airport. Kijk, infrastructuur ontwikkelen, ontwikkeling brengen op alle gebieden is noodzakelijk. We hebben het gezien met Guyana, het moment dat ze een nieuwe airport hadden, de enorme vraag vanuit verschillende luchtvaartmaatschappijen om Guyana aan te doen, het totaal brengen in de picture. Het klimaat verandert voor jou. In het verlengde van de airport, het is goed te zeggen dat wij erg veel geïnvesteerd hebben in telecommunicatie. U kent zelf het Huawei-project waarmee we bezig zijn geweest. Een paar weken terug zat ik in Colombia, waar men sprak over een OECD-conference over de digitale economie. En het was heel prettig om te zien dat Suriname al in de top behoorde van het geheel westelijk halfrond ten aanzien van digitale economie. En dat er nu andere landen echt struggelen om erbij te komen en naastig naar fondsen op zoek gaan bij de IDB, bij de Wereldbank enzovoort, om erbij te kunnen horen. Dus in verlengde daarvan gaat het upgraden van de airport een enorme boost zijn voor investeerders. En we gaan hem dan ook zodanig upgraden dat het ook met de laatste technologie kan meegaan. Met Dalian hebben wij dus ook de formalisering getekend van Dalian 5. Het is nog geen leningsovereenkomst. Het is in feite de technische afhandeling dat wij dus Dalian 5 heel spoedig ter hand zullen nemen. In de technische afhandeling is natuurlijk verantwoordelijkheid bij het ministerie van OWTC. De financiële discussies zullen binnenkort gaan beginnen. Ook in ons onderhoud is er met China Harbor gesproken. Eén, zij gaan voor ons de airport upgraden. En twee, zij zijn ook in het biddingsproces zijn zij als winnaar uit de bus gekomen voor het dredje, voor het baggeren van de Suriname rivier. Dus deze zaken zijn ook besproken. Het baggeren van de rivier zal ook heel spoedig een feit zijn. Power China. Een bedrijf van een activa van ongeveer 850 miljoen US dollar. Natuurlijk zoveel maal wat Suriname in feite aan BBP produceert. Die is kleinschalig bezig in twee dorpen zonne-energie te brengen. Peking Slee, denk ik, en Guyaba. En dat project loopt ook heel goed. Dus de tête-à-tête met bedrijven die hebben normaal plaatsgevonden.
China Railway, ook een bedrijf die erg veel belangstelling heeft in Suriname. China National Oil, Oil Corporation, ook een bedrijf dat alleen maar, geen assets, maar alleen maar aan revenues, meer dan 800 miljard had vorig jaar. Dat ziet hij de grootte van de bedrijven en dat ze toch wel met een klein land als Suriname business willen doen. Ons ondersteunen in ons ontwikkelingsproces, interesse hebben om te investeren in onze economie. Dat doet ons goed. Dat geeft ook aan dat we niet geïsoleerd staan. Dat er erg veel belangstelling is vanuit verschillende hoeken om richting Suriname te komen. Ik ben persoonlijk zeer onder de indruk van de manier waarop we ontvangen zijn geworden. En zeer onder de indruk van de zaken die wij met de Chinezen hebben kunnen bespreken. Om die noodzakelijke ondersteuning en het ontwikkelingsproces op zo'n manier van ze te krijgen. Ik weet dat we een aantal presentaties hadden ten aanzien van investment opportunity, ten aanzien van de economie, global market development, waar wij ons heel goed profileren. Ik had het vooraf laten vertalen naar het Mandarijn, dus ik ben wel zeer verheugd om mijn eigen taal heel snel een goed beeld te krijgen van de economie. Tijdens de presentatie is het gedistribueerd. Een paar van de investeerders ken ik, er is heel veel belangstelling. En anderen die met ogen nog verder open zijn gegaan over de strategische locatie van Suriname en wat wij allemaal daar zo aan rijkdom hebben. Het gaat ook om bewuste investeerders, interesse ten aanzien van toerisme, omdat u weet dat klimaat, en dat is ook zwaar benadrukt door president Xi, klimaat beschermen is one of the first things that we are looking for now. Mining bleef altijd een hele goede trekker, maar ook wat wij dus hebben op het gebied van landbouw, visserij, die opportunities die wij kunnen aanbieden. En ik denk dat wij toch wel als Surinaams team hard moeten werken om de investeringsfaciliteiten te creëren.